Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video ga ik een aantal pagina's maken in mijn journal. En voor het maken van deze pagina's gebruik ik mijn nieuwe dingetjes die ik heb gekocht bij Crea Weekend. 2 weken geleden was Crea Weekend en daar ben ik op de vrijdag heen geweest. En daar heb ik ook allemaal superleuke knutselspulletjes gekocht en daar had ik ook een video over gemaakt. En in die video vertelde ik dat ik superveel zin had om bezig te gaan in mijn journal en dat ik al deze nieuwe dingetjes kon gaan gebruiken. Dus in deze video ga ik lekker bezig met 3 pagina's en daarvoor gebruik ik dus alleen spulletjes die ik heb gekocht bij Crea Weekend. Door alle nieuwe dingetjes kreeg ik ook super veel inspiratie en had ik ook echt super veel zin om bezig te gaan in mijn journal. Dus ik maakte ook goed gebruik van dat moment. Dus ik had meteen achter elkaar 3 pagina's gemaakt, want ik zat echt helemaal lekker in die flow van het maken van de pagina's. Want ik was al vooral heel erg enthousiast over en ik wilde eigenlijk bijna alles gebruiken. En dan was het soms wel lastig om te kiezen met wat ik wilde gebruiken, maar ik heb het toch nog gewoon wel wat 3 leuke pagina's mee kunnen maken. En ik heb bijna alle spulletjes wel een keer gebruikt. Mocht je dus de vorige video niet hebben gezien en de spulletjes leuk vinden die ik heb gebruikt, dan kun je die video ook nog even terugkijken. En ik zou deze ook even linken in de beschrijving. Ik zal ook nog wel even in het kort vertellen wat ik allemaal gekocht heb op Crea Weekend. En dat waren vooral heel veel die-cuts en daar had ik ook nog een extra video over gemaakt dat ik alle die-cuts laat zien. En het is ook best wel een lange video geworden, want ik had echt superveel verschillende die-cuts gekocht. Maar ik had dus ook een aantal papiertjes gekocht en ook papieren waar ik zelf nog afbeeldingen uit moest knippen. Dus ik heb best wel veel verschillende soorten dingen gekocht. En ook washi tape en een stempel waar ik heel erg benieuwd naar was. En daar maak ik dus ook nog een pagina mee, maar die komt later in deze video. Maar ik ben dus naar Crea Weekend geweest en het was voor het eerst dat ik daarheen ben geweest. Ik ben nog nooit echt naar een beurs geweest wat creatief gerelateerd is. Ik ben wel een keer naar een beurs geweest, dus ik wist wel een klein beetje hoe het was om daarheen te gaan, maar niet echt specifiek een creatieve beurs zoals Crea Weekend of Crea Doe. Dus het was voor mij wel een beetje spannend, of ik vond het zelf gewoon een beetje spannend van ja, ik wist niet precies wat ik kon verwachten van zo'n beurs en hoe het er ook allemaal uitzag. Ik had dus op Instagram gevraagd of mensen hier ervaring mee hadden om naar Crea Weekend te gaan. En ik kreeg van iemand de reactie dat het wel echt een aanrader is om heen te gaan. Het was voor mij ook niet zo heel ver rijden, want het was in Hardenberg. En dat is voor mij zo'n 3 kwartier rijden. Dus dat was ook helemaal prima te doen. Ik ben dus op de vrijdag geweest en toen ik dus naar binnen liep, vond ik het wel wat overweldigend. Maar omdat het zoveel was en ja, zoveel leuke spulletjes allemaal, dat ik gewoon niet wist waar ik echt moest beginnen. Dus ik had voor mezelf gewoon een beetje bedacht dat ik gewoon eerst even een rondje zou lopen over de hele beurs, zodat ik een beetje in me op kon nemen wat er allemaal was. Ik heb dus 2 rondjes over de beurs heen gelopen. De eerste ronde had ik dus gewoon even lekker rustig gekeken. En ook een beetje bij alle stands gekeken wat het allemaal was. En de tweede ronde heb ik dus ja, wat in meer detail gekeken naar wat elke stand verkocht. Want ik wilde nog wel gewoon wat leuke knutselspulletjes kopen. Dus ik ben bij bepaalde stands gewoon nog een keer langs gelopen. En dat was ook gewoon prima. Daar had je ook echt genoeg tijd voor. Het is best wel een grote beurs. Of een middelgrote beurs. En volgens mij was het van 10 tot 5, dacht ik zo uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker. Maar dan heb je echt ruim de tijd om gewoon eerst overal langs te lopen. En daarna nog een keer bij de bepaalde stands langs te gaan. Ik vond het wel redelijk druk. Of niet druk in de zin van de hoeveelheid mensen. Maar ik vond de mensen zelf gewoon heel erg druk. En dat is misschien ook heel erg persoonlijk. Ik hou niet zo heel erg van drukte. En dan is zo'n beurs natuurlijk ook niet echt de plek om heen te gaan als je drukte wil vermijden. Maar ja, het leek me wel heel erg leuk om heen te gaan. Ik vond het niet echt bepaald druk qua hoeveelheid van de mensen. Maar ik vond het druk qua hoe de mensen deden. Want ik was dus in de eerste ronde was ik gewoon lekker aan het kijken. En dan wilde ik gewoon een beetje oriënteren wat er allemaal was. Maar ik had een paar keer dat mensen er dan zich de tussen drukten. Of echt de per se langs moesten. En ja, ik ben zo iemand die dan gewoon even netjes wacht als iemand daar bezig is bij een bepaalde bak om te kijken. En dan wacht ik gewoon netjes. Want ja, je hebt toch de hele dag wel de tijd. Maar er zijn dus wel gewoon mensen die dan per se daar ook moeten zijn. En dat vind ik zelf gewoon wel een beetje vervelend.
Maar buiten dat om vond ik het wel echt heel erg leuk en heb ik me ook echt heel erg vermaakt. Ook al was ik in mijn eentje, was het wel gewoon super leuk. Dus ik zou denk ik zeker weten nog een keer heen gaan we naar Crea Weekend. Ik zit nog wel te twijfelen om naar Crea Do te gaan, omdat ik denk dat, ja, omdat het in Utrecht zit, dat veel meer mensen uit heel Nederland daarheen gaan. En dat is volgens mij ook een veel grotere evenement dan Crea Weekend. Het is ook in de Jaarbeurs Utrecht. Dus ik denk dat het gewoon heel erg, ja, dat het wat grootschaliger is dan Crea Weekend. Dus daar zit ik nog even over te twijfelen. Het lijkt me wel heel erg leuk om daarheen te gaan. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat zou vinden. En dat is natuurlijk ook gewoon heel erg persoonlijk. Dat ik niet zo van drukte hou. Maar als ik op een rustige dag heen kan, dan zou het wel gewoon, denk ik, wat beter zijn. En volgens mij zijn de vrijdagen altijd wel wat rustiger ten opzichte van de zaterdag en zondag. Ik denk dat die dagen ook de beurs is. Maar dat weet ik niet zeker. Ik ga daar nog in ieder geval even over nadenken. Mocht je dus ervaring hebben met de Crea Do en andere beurzen, laat het me vooral zeker weten in de comments. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar wat jouw ervaring is. En ook gewoon, ja, leuk om daar misschien over te kunnen praten. En intussen heb ik eigenlijk ook alweer 2 pagina's gemaakt. Dus dat ging eigenlijk wel heel erg snel. Ik ben ook best wel kort bezig geweest met de eerste 2 pagina's. Want die gingen me eigenlijk wel vrij makkelijk af. Omdat ik zo enthousiast was over alle spullen die ik had gekocht. En zoveel inspiratie had gekregen. Had ik gewoon heel veel zin om daar lekker mee bezig te gaan. Met de laatste pagina was ik wel iets langer mee bezig, omdat ik deze stempel wilde gebruiken. Deze had ik dus gekocht om echt als achtergrond te gebruiken. En volgens mij zijn deze stempels ook gemaakt om dit te gebruiken om voor een achtergrond. En ja, ik had dus in mijn hoofd om hier dus een pagina mee te maken, om dan die grote stempel op de rechte pagina te gebruiken en daar dan wat stickers of wat plaatjes overheen te plakken. Hoe ik dit ging invullen, wist ik nog niet zo goed. Dus ja, ik dacht ik begin gewoon, want als je niet ergens begint, dan komt er ook niks van. Dus ik ben gewoon lekker aan de slag gegaan met de stempel. Want ja, daar moet je sowieso als eerste mee bezig. Dus ik had mijn bruine Distress ink gepakt en daar heb ik de stempel ingedrukt. En ik heb dus de hele rechterpagina heb ik eronder gestempeld. En ik hoefde de stempel maar 2 keer te gebruiken, dus dat was ook wel ideaal. En dat was ook super makkelijk om te doen. Ik heb wel 2 plekjes die ik een beetje vergeten ben of waar ik niet genoeg inkt op heb gedaan. Dus die zijn een beetje kaal, maar als je daar dus wat dingetjes op plakt, dan valt het helemaal niet op. En ik wilde eigenlijk eerst een beetje de layout van de eerste pagina gebruiken. Maar dat vond ik eigenlijk wel een beetje suf, want dan heb je in zo'n korte tijd eigenlijk weer eenzelfde layout. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor iets anders. Maar wat het anders was, wist ik nog niet helemaal. Dus je ziet me hier en daar best wel veel schuiven met plaatjes en dat soort dingen. En ik gebruik dus hier washi tape stickers voor, die ik trouwens al wel gewoon had. Want ik heb eigenlijk helemaal niet echt wat washi tape stickers op Crea Weekend gezien. Wat ik wel jammer vond. Want die vind ik wel heel erg fijn om te gebruiken. Maar eigenlijk had ik ook gewoon genoeg andere spulletjes gekocht. Dus dat hoefde er ook niet echt bij. En ik heb het op zich nog wel. Dus het was ook nog niet echt nodig. Maar ik was hier en daar dus gewoon heel erg bezig met het schuiven. Ik wist niet zo goed hoe ik de layout moest doen. Want bij de washi tape stickers, ja, dan zie je de ondergrond er heel goed door. Dus daar twijfelde ik heel erg over om dat te gebruiken. Dus ja, ik ben best wel heel erg veel bezig met het heen en weer schuiven. Ik vind het eindresultaat van deze 3 journalpagina's echt heel erg mooi geworden. Ik vind ze heel goed gelukt. En ik ben er ook echt super tevreden mee. En
Ja, ik was dus ook heel erg enthousiast begonnen aan deze pagina's. Ook gewoon omdat ik al die leuke spulletjes heb gekocht en dat ik dus naar de beurs ben geweest. En dat heeft me wel gewoon een leuke creatieve boost gegeven. Ik heb nu echt weer zin om bezig te gaan in mijn journal, om sneeuwmails te maken. Want ik heb daar ook echt heel veel inspiratie uit kunnen halen. Dus daarom vind ik ook zo'n beurs een hele aanrader, want je ziet zoveel leuke dingetjes. En ook van andere mensen die dus hun journals, pagina's laten zien. Of mensen. Dat je met mensen in contact komt waar je vragen aan kan stellen. Omdat zij dus bepaalde producten verkopen. Dus dat is een hele leuke interactie. Dus het is zeker wel een aanrader om een keer naar zo'n beurs te gaan. En ik denk dat ik ook zeker weten wel een keer weer naar Crea Weekend ga. Over CreaDo zit ik dus nog te twijfelen. Maar Crea Weekend vond ik in ieder geval heel erg geslaagd. Ze hebben dus ook wel workshops. Die heb ik dan niet gevolgd. Ik zag wel een aantal leuke workshops. Ik vond het al overweldigend genoeg. Waardoor ik dat dus gewoon even heb geskipt. Maar dat lijkt me wel een keer leuk om in de volgende keer als ik daar dan heen ga. Om dan nog zo'n workshop te volgen. Want het zag er wel heel leuk en gezellig uit. Om dat bijvoorbeeld of gewoon wel in je eentje te doen. Of misschien dat je met iemand daarheen gaat. Dat je dan samen zo'n leuke workshop kan volgen. Want ik heb daar dus ook nog wel over getwijfeld. Maar ik vond het wel gewoon goed zo om alleen een beetje lekker rond te lopen. En het is ook gewoon leuk, want je komt met mensen in aanraking die bijvoorbeeld een webshop hebben. Dus je kan daar lekker over mee. Dus je kan met diegene dan ook lekker kletsen. En ik had bij een stand ook een aantal vragen gesteld over bepaalde producten. Dus je wordt daar ook gewoon heel erg goed geholpen. Dus mocht je ergens vragen over hebben of bepaalde producten wat je nog niet kent, dan kun je dan echt met die mensen daarover praten. En dat vind ik gewoon ook wel een hele voordeel aan zo'n beurs. Na het vele kletsen zijn we intussen eigenlijk ook alweer aangekomen aan het einde van deze video. Ik maak deze pagina nog wat af en dan ben ik ook klaar met de derde pagina. En zo ziet de derde pagina eruit en ik laat de andere pagina's ook nog even van dichtbij zien. Ik vind de pagina's zelf echt super leuk geworden. Ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw mening over de knutselspullen en over de pagina's die ik heb gemaakt. Vind ik wel gewoon leuk om te horen. Ook als je het niet leuk vindt en het anders zou doen, dat is ook gewoon prima. En dat zou ik ook graag willen weten. Ik ben er in ieder geval heel erg tevreden mee. Ik merkte wel trouwens dat die stempel aan de achterkant doordrukte aan dit boekje. Maar dat komt denk ik gewoon door het boekje zelf en de pagina's. Dat vind ik zelf niet zo erg. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Mocht je meer van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet om te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik jullie in de volgende video weer te zien. Doeg!